Ja, vanmiddag gaan we hebben over gebondenheid en vrijheid in Christus. Ik weet niet hoe ver ik ga komen. Het is best veel, maar we zullen zien hoe ver we komen. Maar wat eigenlijk het doel van vanmiddag is, wij hebben met elkaar een middag nagedacht al over leugens, hè, in ons denken. Strijd om ons denken. En toen hebben we voor een ogenblik hebben we ook nagedacht over geestelijke strijd en hoe de duivel als een bedrieger en een misleider leugens in ons gedachtenleven kan werpen. Nou, er is ook een thema wat we meestal behandelen op de Bijbelschool, dat is bevrijdingspastoraat. Mensen die occult belast zijn, hoe kunnen wij die helpen? Nou, het is eigenlijk vanmiddag een beetje van twee dingen wat, dat ik jullie een klein beetje meeneemt in wat gedachtegoed daaromtrent, zodat jullie ook, als jullie daarmee te maken krijgen, dat jullie zeggen, hey, misschien is hier wel wat aan de hand. Hey, misschien is hier wel iemand die inderdaad occult belast is. Hoe zou ik die kunnen helpen? Zou ik die bij de juiste personen kunnen brengen om met die persoon te bidden? Dat is één. En twee, misschien zijn er nog in je eigen leven gebieden waar je nog geen vrijheid in Christus ervaart. En kan ook het onderwijs daarvoor tot zegen zijn. Wat dus niet de bedoeling is, is dat jullie denken, oké, na deze les moet ik dus in bevrijdingspastoraat anderen kunnen helpen. Dat zou wel heel snel zijn om het zomaar te zeggen. Dus dat is niet de bedoeling van deze middag. Het is maar een beetje het aantippen van deze dingen. Nou, ik heb hier een vraag eigenlijk. Demonische gebondenheid en bevrijding. Is daar nou wel of niet te weinig aandacht voor deze thematiek? En voordat ik dat aan jullie vraag, wil ik even iets voorlezen uit de krant, uit het Nederlands Dagblad van enkele jaren geleden. Theologen in debat over de macht van demonen. Een verschil in taxatie. De relatie tussen demonen volgens het Bijbelse wereldbeeld en het moderne heidendom. Voor je het weet projecteren mensen hun angst en frustraties op demonen, zegt dokter De Leede. Professor Paul zal het niet ontkennen, maar hij heeft mensen gesproken die in het satanisme hebben gezeten. Zij zeggen tegen me dat de meeste christenen niet doorhebben wat er allemaal hier in Europa gaande is. Dr. De Leede pleitte voor een bijbels zakelijke distantie, terwijl professor Paul demonenuitdrijving een reële werkelijkheid noemt. Nou, toen ik theologie studeerde, heb ik eigenlijk helemaal niets meegekregen van dat er een bovennatuurlijke wereld is waarin ook boze geesten zijn, onreine geesten zijn, demonen zijn die mensen kunnen binden of zelfs kunnen bezetten in het meest ernstige geval. Dus heel weinig aandacht voor die thematiek. Het veranderde toen ik op een gegeven ogenblik tijdens een Haardkrijkconferentie, en dat is al vele jaren geleden, de eerste in Amdelde, dat er een jonge vrouw naar me toe kwam en die gaf mij een envelop en daar zat een brief in en ze wilde erover praten en ik had hem in mijn chalet neergelegd en een zaterdagavond komt ze naar me toe en zegt, ik wil heel graag met jou praten over die brief. Nou, ik ben een vrouw van 30 jaar oud, ik ben al 17 jaar bloedvloeiend en elke keer als ik naar de kerk ga, dan heb ik te maken met die bloedvloeiing, maar als er avondmaal gehouden wordt, dan is het zo erg, dan ga ik vaak huilend weer naar huis. Bid met mij voor genezing. Dat was de brief. Ik dacht, lieve help. In mijn tijd had je Jan Zijlstra, hè, van ja, daar gingen mensen naar Jan Zijlstra, maar ik zeg, joh, ik zal niet weten wat ik hiermee moet doen. Dus ik zei, ja, sorry, ja, ik weet het niet. Maar dominee H.M. Rietz, die inmiddels overleden is uit Zuid-Afrika, die stond erbij. En die zegt, Arjan, ik wil dat jij erbij komt zitten, want ik wil met die vrouw praten. Want ik heb met heel veel mensen gebeden, vrouwen gebeden, uit de Satanskerk, uit het satanisme. Dus we zaten daar met z'n vieren, die mevrouw met haar man en ik samen met Etienne. En hij zegt, nou, wat zeggen de artsen over jouw lichamelijke conditie? Ja, dat ik gewoon een gezonde vrouw ben, dat ik kinderen moet kunnen krijgen en dat ik gewoon, ze kunnen niets vinden. Hij zei, oké, en wat heb je gedaan om er beter van te worden? Ze zegt, nou,
In eerste instantie heb ik het medische circuit gegaan, maar later ben ik in alternatieve geneeswijzen terechtgekomen. Ik ben bij een homeopaat geweest en iemand die een iroscopie deed. En ik ben bij een magnetiseur geweest. En nou ja, ze noemden zo'n heel rijtje op. En hij zegt, wat denk jij daarvan? Ze zegt, nou, ik ben inmiddels erachter, zegt ze, professor Paul heeft een boekje geschreven over occulte macht en bevrijding, maar dat het, ja, dat het wel eens occult zou kunnen zijn. Hij zegt, dat denk ik ook. Hij zegt, ben je bereid om het als zonde voor God te belijden? Ik zeg, ja, dat ben ik toe bereid. Dus, nou, zij begon te bidden, Heere, vergeef me dat ik toen en toen naar die persoon ben gegaan. Heere, ik heb er spijt van en ik vraag u om vergeving. En zo bad Etienne alles heel concreet door. Heere, vergeef dat ik hier aan heb deelgenomen, dat ik dit heb gedaan. Nou, toen, nou, is er nog meer? Nee. He, dus hij bad echt om of de Heilige Geest duidelijk willen maken van of er nog meer dingen waren. En toen zei ze nee. Ze zei, nou, dan ga ik nu voor jou bidden. Dus nou, ik zat er zo in mijn zwarte pak zat ik erbij en ik zat zo te bidden. En hij begint te bidden. Satan, ik bestraf je in Jezus' naam op grond van het bloed en op grond van het kruis. Bestraf ik je in Jezus' naam. Je hebt geen enkele recht om deze zuster nog langer aan te klagen. Ik bestraf je in Jezus' naam. Nou, hij lag met zijn Bijbel zo open op zijn knieën. En ineens tikt hij mij aan. En ik doe mijn ogen open. En toen kreeg ik de schrik van mijn leven, want er zat een vrouw in een stoel die als een slang lag te kronkelen in de stoel. En gewoon helemaal, nou ja, een manifestatie van de tegenstander, van de boze. Dat had ik nog nooit meegemaakt. Dat is voor het eerst in mijn leven dat ik dat met eigen ogen had gezien. Van, hé, ja, er is dus daadwerkelijk een bovennatuurlijke, er is daadwerkelijk een bovennatuurlijke wereld. Dus op een gegeven moment zegt hij van, zegt zij van, een groepje begon te zingen, Gloria God. Ja, precies. Jij was erbij of niet, hè? Jij was erbij. Ja, precies, ja. Een groepje ging evangeliseren en jullie zongen dat. En ineens toen ze dat begonnen te zingen, toen kwam er een glimlach op de gezicht. Ze zegt, ja, het is weg. Hij zegt, nee, hij zegt, we moeten nog verder bidden om de vervulling met de Heilige Geest. En toen werd er een groepje zong, Psalm 68, vers 10. Geloof ze God met diepst ontzag. Hij kan en wil en zal in nood zelfs bij het naderen van de dood volkomen uitkomst geven. Nou, en ze zegt, nee, het is nu, ik heb echt vrede in mijn hart en het is goed. Dus nou ja, het was heel bewonderlijk natuurlijk. Op zondagmorgen kwamen ze naar me toe. En misschien weet je dat nog wel, dat ze zegt, ik zou graag mijn getuigenis willen geven. Dus op zondagavond gaf ze haar getuigenis. En met dat zij haar getuigenis gaf, kwam Gods geest zo krachtig in die samenkomst. Mensen werden overtuigd van zonde. En wat moet ik doen om gered te worden? Ik ben verloren. En toen was Rasa Kafakti, die Irakees, die was er. En die zegt, ja, ik wil de mensen oproepen om een keuze te maken. Ik zei, ja, wat moet ik hier allemaal mee? Maar goed, toen kwamen er 35 naar voren. En die bogen daar hun knieën neer, oud-gereformeerde, gergem, alles zat ertussen. En toen wist ik het niet meer, want sommigen zeggen, nee, dit is niet van God. En de anderen zeggen, nee, dit is van de Heere. Om een lang verhaal kort te maken, Etienne heeft toen tot diep in de nacht, tot 6 uur in de morgen, heeft hij mensen gecounseld die verlangden naar bevrijding. En de Heer heeft dat toen krachtig gewerkt. Nou, vanaf dat moment is de thematiek bij mij eigenlijk heel anders geworden. Van wat iets ver van mijn bed zo was, dat is voor mij een realiteit geworden. Ik heb het meegemaakt dat we met een vrouw begonnen te bidden die stemmen in haar hoofd had. En dat wij dat lied begonnen te zingen. Dat deden we heel vaak voordat we met iemand baden. Daar is kracht in het bloed van het lam. En dat zo iemand ineens de vingers in de oren begon te steken. En 666 begon te brabbelen. En als een slang begon te sissen. Het is een realiteit dat er een strijd is tussen hemel en aarde. En dat daar mensen bezet kunnen zijn door de boze, maar dikwijls soms ook gebonden kunnen zijn door de boze. En wat is nou het grote doel van de duivel? Nou, wat Jesse Pelouis hier zegt, elk soort waarheid maakt vrij, leugens daarentegen brengen slavernij teweeg. Onwetendheid is een eerste en essentiële vereiste, willen de boze geesten kunnen misleiden. Het grote doel van de duivel, en daar vecht hij ook voor, is de wereld in onwetendheid houden over hemzelf, zijn listen en zijn handlangers. De gemeente kiest partij voor hem als zij ervoor kiest, dan komt het, onwetend over hem te willen zijn. Iedereen moet openstaan voor alles wat waarheid is en de schijnwaarheid mijden die zijn tienduizenden verslagen heeft. Nou, als ik zo'n artikel lees in het Nederlands Dagblad,
En ik hoorde de dokter de leden zeggen, ja, we moeten niet, voordat je het weer gaat projecteren op demonen. Ik denk dat we er inderdaad voorzichtig moeten zijn. Maar dan denk ik dat wij denken dat de duivel wel een realiteit is op het zendingsveld, maar niet hier in Europa. En dat is denk ik een foute boel. Hè? Satan wil dat mensen daarover onwetend blijven. Nou, ik wil hier niet te lang bij stilstaan, omdat er denk ik belangrijkere dingen zijn. Maar even naar puntje 3. De duivel, hè, zijn naam is Diabolos. Dat komt van diaballo. En dat betekent dus aanklaag, lasteren, door elkaar gooien, scheiding veroorzaken, uiteenwerpen, verdeeldheid zaaien. Dat is het werk van de tegenstander. In huwelijken, in gemeentes, maar uiteindelijk ook in onze persoonlijke levens. Hè. Uiteindelijk wil de duivel niets anders dan ons leven verruïneren. Hè. Hij is een dief, zegt de Bijbel. Hier even in nummertje 6. Satan is verdorven, hij is een dief. En wie maakt het even af? Wat staat erachter? Hij is een dief die... die steelt, die slacht en die verderft. Dat staat in Johannes 10, vers 10. Daar hebben wij mee te maken. In onze gezinnen, in onze gemeente. We hebben te maken met een dief die altijd zegen wil ontroven. Je gaat naar een conferentie toe. Je gaat naar een geestelijke activiteit toe. Samen met de kinderen. En voordat je er naartoe gaat, kan er geweldig veel strijd zijn. Hoe komt het, joh, dat we... Dat er zoveel ellende op dit moment is. Waarom maken jullie zo'n ruzie met elkaar als kinderen? We gaan toch samen naar de kerk? Ja, Satan wil niet dat je een zegen haalt in de kerk. Of als je een zegen hebt ontvangen in de kerk en je gaat naar huis. En er ontstaat ineens oorlog om niets. Of zelfs in je huwelijk kan dat zo zijn. Dat je ineens een ruzie krijgt om niks. En zegt, oh, wat rempel. Dat is natuurlijk waar ook. We hebben te maken met de tegenstander. Hij is een dief. Hij wil altijd weer de zegen ontroven. Als we zegen hebben meegemaakt, dan wil Satan dat als het ware weer wegnemen. Nou, hij heeft grote macht in deze wereld. Hij wordt de God van deze eeuw genoemd en de overste van de wereld. Maar we belijden vanmiddag ook met elkaar dat hij wel zo ver kan gaan als God het toelaat. We zien in het leven van Paulus dat die engel van Satan, die hem met vuisten slaat, uiteindelijk Paulus leren belijden, mijn genade is u genoeg. Dus God gebruikt het uiteindelijk ook voor de verheerlijking van zijn naam. En we zien dat ook in het leven van Job. Maar als we hierover nadenken, dit thema, en dat vind ik mooi aan dit plaatje, maar dan weten we dat de kop van de duivel vermozzeld is. Hè? Hij heeft de overheden, de Heer Jezus heeft de overheden en de machten, Satan en zijn engelen dus, ontwapend, die openlijk te schande gemaakt en daarover hen getriomfeerd. Ik heb het misschien al een keer eerder gezegd, hè? Maar hier staat eigenlijk dat de hele wapenuitrusting, als het ware, van de duivel ontnomen is. Hè? Want er staat hier dat hij openlijk is uitgekleed, dat staat in het Grieks, te schande gemaakt. Dus Satan die kan nog wel dingen doen, maar hij is ontwapend als het ware. Maar die wapens zijn nu aan ons gegeven. Maar goed luisteren, hè? Dus hij is ontwapend, natuurlijk, hij is actief, maar hij is ontwapend. Maar nou is de wapenuitrusting aan jou gegeven, aan mij gegeven. En nou is het onze taak om weerstand te bieden tegen de boze, om op te treden. Om hem, moet ik het zeggen, om tegen hem te strijden. En tegen de boze als het ware te zeggen van ik wil niks met jouw praktijken te maken hebben. Maar nou wil God ons daar ook voor gebruiken om anderen te helpen. Nou, 4 dingen wil ik er nog over zeggen en dan gaan we naar occultisme toe. Maar de duivel is een misleider. Jullie krijgen de PowerPoint later. Hier hebben we over nagedacht. Hè? Zijn doel, dat is als misleider ons verstand. En wat gebruikt hij? Leugens, hebben we gezien, hè? Met strijd om ons denken, misleiding. En zijn bedoeling is uiteindelijk om twijfel te zaaien in ons hart met betrekking tot de waarheid van Gods woord. Dat deed hij al in het paradijs.
Ja, maar is het wel zo dat God gezegd heeft? En wat zegt de heer Jezus dan als hij aangevallen wordt? Hè? De heer Jezus wordt aangevallen in de woestijn door de duivel. Wat zegt de heer Jezus dan? Satan zegt, er staat geschreven. Maar dan zegt de heer Jezus, maar er staat ook geschreven. Hè, dus uiteindelijk zien we dat wij die leugens van die misleider moeten bestrijden met de waarheid van Gods woord. Hè, daar moeten we op gestaan. Het tweede dat is dat de duivel een aanklager is. Ik wil die tekst even lezen met jullie. En ik hoorde een luide stem in de hemel zeggen, nu is gekomen de zaligheid, de kracht en het koninkrijk van onze God en de macht van zijn Christus, want de aanklager van onze broeders die een dag en nacht aanklaagde voor onze God is neergeworpen. En dan komt het, zij hebben hem overwonnen door het bloed van het lam en het woord van hun getuigenis en ze hebben hun leven niet lief gehad tot in de dood. Dus wat doet de duivel nog meer? Niet alleen ons verstand probeert hij te bereiken, maar ook ons hart en ons geweten door ons vals te beschuldigen. En zijn bedoeling, dat is altijd weer om ons een schuldig gevoel te geven ten opzichte van God. Kijk maar naar Zacharia 3, hè, waar de hoge priester wordt aangeklaagd door de tegenstander, terwijl de tegenstander Jozua wijst op zijn vuile kleren. En dan moet hij reine kleren aantrekken en een reine tulband opzetten. Hè. En ik zou kunnen zeggen, voor ons betekent dat, als de duivel ons aanklaagt, waar kunnen we achter schuilen? Achter het bloed van de Heer Jezus. En achter de wetenschap dat de Heer Jezus onze voorspraak is in de hemel. Dat als wij onze zonde belijden, wat zegt Corrie de Boom dan? Hè? Dan zet de Heer er een bordje bij, verboden te vissen. Waarom? Wie weet dat? Waarom verboden te vissen? Om de zonde weer naar boven te halen. Dus zodra wij gaan staan op die belofte uit 1 Johannes 1 vers 9. Als wij onze zonde belijden. Met berouw. Dat wil zeggen, Heere, ik wil dit niet. En toch is het weer gebeurd, Heere. Ik belijd dat het fout is geweest. Dat ik die lelijke woorden naar die of die heb gezegd. Heere, vergeef me dat ik weer uit mijn stekker ben geschoten. Dat ik zo ongeduldig ben geweest. Heere, het is zonde. Het kan voor u niet bestaan, maar ik dank u voor het bloed dat reinigt van alle zonden. En dat ik achter dat bloed mag schuilen en dat ik mag weten dat ik nu weer recht tegenover u mag staan. Dat is wat de Bijbel zegt. Dat moeten we doen. Jezus als onze voorspraak die voor ons tussentreedt. Die zijn bloed laat zien aan de Vader. Ik heb verzoening gedaan voor deze zonde. Nou, wat gebeurt er dan vaak? Daarna komt de aanklager. Ja, maar vorige week heb je het ook al gedaan. En die week daarvoor ook. En nu zomaar weer vergeving vragen. Nee joh, dat is niet. Die vergeving is niet voor jou. En hij wil dus dat je het weer opvist. En dat je het weer naar boven haalt. Terwijl de Bijbel zegt, als we onze zonde hebben beleden, dan heeft de Heer die zonde in de zee van eeuwige vergetelheid geworpen. Hij heeft het achter zijn rug geworpen. In de diepte van de zee. Dus wij moeten niet dat omhoog hengelen, we moeten tegen de Satan zeggen, Satan, in Jezus' naam, ik wil niks te maken hebben met deze aanklachten, want ik ga staan op Gods belofte en ik wil schuilen achter het bloed. Nou, het derde, Satan wil ons verzoeken. Nou, hier wordt de context gebruikt van een man en een vrouw die voor een tijdje uit elkaar gaan. En dan zegt Paulus, onttrek u niet aan elkaar, behalve daar met onderling goedvinden, voor een specifieke tijd, om u te wijden aan vasten en bidden. Kom daarna weer bij elkaar terug, opdat, met het doel dat de Satan u niet zal verzoeken. Omdat u zich niet kunt onthouden. Dus hier gaat het over het belang, in 1 Korinthe 7, over de seksuele vervulling van een man en een vrouw. En dat als ze voor een ruime tijd uit elkaar zijn, zou Satan een van beiden kunnen verzoeken. Letterlijk staat er, verleiden tot zonde. Nou, dat heeft alles te maken met onze wil. Dat we verkeerde besluiten nemen. En Satans wapen is natuurlijk dat we voor onszelf kiezen. Het zelfleven dat we aan die zondige begeerte toegeven. En uiteindelijk wil hij dus dat we in zonde vallen
en onafhankelijk leven van Gods wil. Nou, wat is onze verdediging? Hoe kunnen we tegen verzoeking staande blijven? Nou, een geestvervuld leven, hè? Als je vol van de geest bent, als je dicht bij de Heer leeft, als je dicht bij het woord bent, dan kan de duivel geen plaats krijgen. Geef de duivel geen plaats. Dat Griekse woordje, geef de duivel geen invloed. Geef hem geen controle door toe te geven aan zonde. Nou, ik denk als wij dicht bij het woord leven, in afhankelijkheid van de Heilige Geest, ja, dan kan de duivel ons niet verschalken, om het zo maar te zeggen. Dan kan hij ons niet tot zonde verzoeken of verleiden. Dan mogen we staande blijven. Nou, de Heer Jezus staat voor een voorbeeld in de woestijn. Hè. Hij is ook aangevochten, hij is ook tot zonde, hè. Hij is verzocht in de woestijn. Maar de Heer Jezus was zonder zonde. Dus waarom moest hij dat dan toch doormaken? Nou, de Heer Jezus werd getoetst op zijn gehoorzaamheid. Op zijn gehoorzaamheid aan het woord. Hè. Dat kan je daar heel duidelijk lezen. Dat hij zegt, er staat geschreven, hij houdt zich vast aan het woord. En dat is denk ik ook voor ons heel belangrijk. Nou, tot zonde verleiden. Deuteronomium, dat is de laatste dia voor over verleiding, hè, maar dat Deuteronomium 25, vers 17, vers 19, wie weet waar dat over gaat, dat gedeelte? Het gaat over het volk Amalek. Wie was Amalek? Blader even met mij er naartoe, het is wel goed om dat toch even te lezen. Deuteronomium 25, nou, vers 17. Denk aan wat Amalek u onderweg aangedaan heeft toen u uit Egypte wegtrok. Hij ontmoette u onderweg en overal en overviel bij u in de achterhoevende hoede alle zwakken achter u, terwijl u moe en uitgeput was en hij vreesde God niet. Als de Heer uw God u rust gegeven heeft van al uw vijanden van rondom in het land dat de Heer uw God u als erfelijk bezit geeft om dat in bezit te nemen, moet het zo zijn dat u de gedachtenis en Amalek van onder de hemel uitwist, vergeet het niet. Wie was Amalek? Een kleinzoon van Esau. Een roversvolk. Amalek is een beeld van ons vlees, ofwel van de tegenstander van God. En wat doet Amalek? Een hele dag lopen ze achter het volk Israël aan. En ze houden die lange stoet, hè, van Egypte naar Canaan, houden ze hun ogen open. En als ze moe zijn, aan het einde van de dag, sloegen ze toe. En waar sloegen ze toe? Wat lezen jullie hier? In de achterhoede. En wie waren daar? Vrouwen en de kinderen. En daar kunnen we twee dingen van leren. Als het gaat over tot zonde verleiden. Het is zo belangrijk in ons leven dat wij beseffen dat Satan bijna altijd toeslaat als wij moe zijn. Aan het einde van de dag. Waar komen de irritaties in je huwelijk? Wanneer krijg je woordenwisselingen? Heel vaak als je s'avonds allebei moe bent en je gaat over iets discussiëren waar je niet over moet discussiëren als je moe bent. Waardoor de duivel uiteindelijk als diabolos probeert tweedracht te zaaien, die gespleten tong. Dat je elkaar compleet misverstaat. Als je moe bent, maar ook in de achterhoede, waar de zwakken waren, de vrouwen en de kinderen, hij slaat toe op de plek waar jij zwak bent. En ben je er al van bewust waar jouw zwakke plek is? Ben je daarvan bewust? Waar jij kwetsbaar bent, waar de duivel elke keer weer jou probeert tot zonde te verleiden. Nou, ik ken een broeder, die heeft een gezinsvervanger te huis. En die had nog heel lang werkte naast, maar die was heel vaak een beetje kort voor de kar aan het einde van de dag als hij moe was. En dan kwam hij thuis en de kinderen kwamen dan van school en die waren ook heel erg druk. En elke keer schoot hij uit zijn pantoffelen in de zin van, en hou nou toch eens een keer op, je vader wil ook eens een keer rust. En ga alsjeblieft naar buiten en de hel in huis. Elke keer weer. En zo'n schuldgevoel. En dan de aanklachten van de boze. Van, ben jij nou een vader? Heb jij nou een gezinsvervanger thuis? Hoe kan je nou de Heer Jezus uitstralen naar die kinderen toe? En hij kreeg daar zo'n schuldgevoel over. En hij dacht, ik moet dit aanpakken. Dus wat heeft hij gedaan? Hij zegt, voordat ik naar huis ging, stopte ik bij het plattegrond van mijn dorp. Heb ik mijn auto daar neergezet. En dan ben ik gewoon heel bewust hiervoor gaan bidden. Heren, u weet dat ik moe ben.
U weet dat mijn zwakke plek ongeduld is en drift. Heere, ik wil vragen en bidden. Wilt u mij vervullen met uw Heilige Geest? En geef dat ik uw handen en voeten mag zijn, uw mond mag hebben. Als ik straks in huis de deur open doe, dat ik de kinderen zal zegenen in plaats van afbreken. Nou, dat is wat we moeten leren vanuit dit gedeelte. Satan is een verzoeker. Hij wil uiteindelijk dat je in je eigen ik weer valt en dat jij voor jezelf kiest. Terwijl de Heere wil dat wij afhankelijk van hem zijn, dat we hem nodig hebben. Nou de vierde, de laatste, dan kom ik bij het thema occultisme. De duivel is een moordenaar. Hij was een mensenmoordenaar vanaf het begin. En wat is zijn doel? Nou, uiteindelijk om mensen te zoeken, om lichamen te bezetten in het meest ernstige geval. We noemen dat wel occulte gebondenheid. Met uiteindelijk zijn bedoeling het totale vernietiging. Dat mensen zelfmoordgedachten krijgen en zichzelf soms ook van het leven beroven. Maar wat is de verdediging? Nou, dat God een God van genade is en dat God een God van de hoop is. En dat er ook voor zulke mensen hoop is. En dat jullie ook brengers van hoop mogen zijn naar zulke mensen toe. En wanneer is er hoop? Wanneer mensen hun zonde belijden en zich ervan bekeren. Dus die twee. Je gaat het voor de Heere belijden met berouw en je keer je ervan af. Nou, waar lezen we in de Bijbel over demonie en occultisme? Nou, dat begint in Deuteronomium 18, vers 9... Wanneer u in het land komt dat de Heere uw God u geeft, mag u niet leren handelen overeenkomstig de gruweldaden van die volken. Onder u mag niemand gevonden worden die zijn zoon of zijn dochter door het vuur laat gaan, die waarzeggerij pleegt, die wolken duidt, of aan wiggelroeden of aan pendelen doet, die een tovenaar is, die bezweringen doet, die doden bezweerder of een waarzegger raadpleegt, of die bij de doden onderzoek doet. Want iedereen die zulke dingen doet, is een gruwel voor de Heere. En vanwege deze gruweldaden verdrijft de Heere uw God deze volken van voor uw ogen uit hun bezit. Oprecht, onschuldig moet u zijn tegenover de Heere God. Als het gaat ook over al deze praktijken. Want deze volken, die u uit hun bezit verdrijven zult, luisteren naar wolkenduiders en waarzeggers. Maar de Heere uw God heeft dat u niet toegestaan. En daarom moesten die Kanaanitische volkeren uitgeroeid worden. Omdat zij, de bovennatuurlijke machten van de tegenstander aanriepen. Nou, wat is dat nou, occultisme? Waar staat dat nou voor? Nou, occult betekent geheim houden, verborgen of bovennatuurlijke. Als we spreken over occulte belasting of bezetenheid, dan spreken we over de vreselijkste gevallen van belasting, namelijk inwoning of gebondenheid door demonen. Dat staat in het boekje van Joost Verduin, Bevrijdingspastoraat, hulpverlening aan mensen die door demonen gebonden zijn. Hij zegt dan, op een bepaalde manier heb je toegang gegeven aan demonen tot je lichaam, je geest, je leven, waardoor zij een zekere macht over je uitoefenen. Dat betekent nog niet dat je bezeten bent, want dan zou je helemaal geen macht meer over jezelf hebben. Nou, even een kanttekening. Als we met elkaar hier verder over gaan spreken, dan moet je niet gelijk. Het is goed om met een open hart hier naar te luisteren, maar bij iets wat je bekend voorkomt, natuurlijk ook weer niet gelijk zeggen: oh, lieve help, ben ik dan ook bezeten? Dat zie je heel vaak met het thema, ook op de fulltime bijbelschool, dat jonge mensen dan ineens heel onzeker worden. Nee, dat is niet de bedoeling. Daar gaat het niet om. Het gaat erom dat we elkaar even meenemen in een tijd waarin wij leven, waarin in christelijke boekhandels of in andere boekhandels, vroeger had je religie en tegenwoordig heb je esoterie, het bovennatuurlijke. We leven in een tijd waarin heel veel mensen openstaan op televisie, voor een, die man die treedt denk ik niet meer op, Uri Geller, maar dat was ook in onze tijd, of een Jomanda. Maar dat mensen heel erg openstaan voor Oosterse religies, voor Reiki, voor allerlei nieuw-age-achtige uitingen, waardoor mensen inderdaad gebonden kunnen raken, of in het ergste geval
bezet kunnen worden door de tegenstander. Nou, wat moeten wij hiermee? Nou, de Bijbel noemt heel veel voorbeelden. Noem eens een paar voorbeelden waar jullie uit de Bijbel weten wat gaat over demonen en over occulte dingen. We hebben hier nou gelezen uit Deuteronomie 8, maar noem nog eens iets. Saul die uiteindelijk bij de heks van Endor uiteindelijk een verschijning van Samuel krijgt. Ja, wie nog meer? Legioen, de bezetere van Gadara, zijn naam was Legio en uiteindelijk worden die demonen allemaal in die varkens gestuurd, ja? Dat meisje achter Paulus, ja, die op een gegeven moment constant achter hem aanloopt en die bestraft, ja, heel goed. Die jongen die in het vuur wordt. Ja, die maanzieke knaap die in het vuur elke keer geworpen wordt. Petrus. Ja, Petrus die wordt dan dus, die wordt ingefluisterd door de boze, hè. Dat is bij de van, ga achter mij Satan, ga je verzint de dingen. Of dat bedoel je toch, of niet? Ja, precies. Maar dan wordt hij terechtgewezen dat hij luistert naar de tegenstander. Klopt, ja. Judas, ja. Waar de duivel invaart, ja, zeker. Ja, ik vind dat een beetje lastig, maar misschien een wijze uit het oog gespeeld wordt grootgesteld als magier. Ja. We zouden kunnen zeggen filosoof. Nou ja, goed. Ze volgen de ster inderdaad. Ja, wolkenduiders, ja, precies. God, maar in dat geval zou God er wel doorheen gewerkt hebben. Ja. He? Dus dat, ja, oké, wie nog meer? Maria Magdalena, toch? Ja, precies. Ja, die was ook van demonen bezeten, inderdaad. Dus als we het hebben over deze thematiek, en je vindt het eng, of je denkt van waar zijn we, ja, moet je er wel aandacht aan geven? De Bijbel noemt wel allerlei voorbeelden. Dus dat wegstoppen, dat kan niet. Je moet er wel een positie in bepalen. Nou, de vroege kerk, en dat beschrijft dus Martian Paul uitgebreid in het boekje Geestelijke Strijd, Demonie en Bevrijding en Christelijk Perspectief. En hij beschrijft dus hoe de vroege kerk het exorcisme gebed had, als daar de doop was door onderdompeling. Hè. Dus voordat mensen ondergedompeld werden in het bad, water, dat ze gedoopt werden, werd daar eerst een bevrijdingsgebed gebeden. Het was een heel ritueel. Uiteindelijk werden ze na de doop gezalfd. Hè, maar uiteindelijk, in de vroege kerk was het exorcismegebed, ook in de Rooms-Katholieke kerk nog heel lang, heel bekend. Hè. En Tertullianus die zegt ergens, we hebben de macht gekregen over demonen. Dus dat was heel normaal. In de reformatie is er heel weinig aandacht voor geweest. Ik denk ook wel eens met de afschaffing van de biecht hebben het kind met het badwater weggegooid. Hè? Dus daardoor is het misschien ook een beetje op de achtergrond gekomen. En wij zitten natuurlijk heel erg in de lijn, hè? Zoals John MacArthur dat ook zit. Hè? Van werpt het woord er maar in en dat is het. Hè? Maar de waarheid maakt vrij. Hè? Dus werpt het woord er maar in en het woord zal zijn kracht doen. En toch denk ik zelf dat dat soms wel eens iets te gemakkelijk gezegd is. Hè? Van werp het woord er maar in en het komt goed. Dus ik denk toch dat we met elkaar een kanttekening moeten maken. Terwijl ik wel geloof wat de Bijbel zegt, hè, dat indien gij in mijn woord blijft, bent u waarlijk mijn discipelen en de waarheid zal je vrijmaken. Dat is het allerbelangrijkste. En dat is ook straks mijn slotconclusie. Dus ik kom daar nog op terug, maar dat is ook mijn slotconclusie. Nou, ik heb het al gezegd, hè, mijn eerste ervaring met demonie, ik heb dat genoemd, ik wil nog een voorbeeld noemen. Er was op een gegeven moment een jongen uit Sri Lanka die op mijn pad gekomen was. En die jongen die had ook allemaal stemmen in zijn hoofd en die had indicatie schizofrenie gekregen. En op een gegeven ogenblik toen kwam die ook op mijn pad en had er geweldig last van. Hij was geobsedeerd door zessen. Overal zag hij zessen. Op nummerborden, op magnetrons, overal klokken, alles stond 666. En daar was hij helemaal door geobsedeerd. En op een gegeven ogenblik, toen hij wilde toch daar eens een gesprek over hebben. Dus wij gingen bidden en dominee Etienne Maritz, die mij ook wel heeft meegenomen ook in zulke gesprekken. Die zegt van, waar is dat in jouw leven fout gegaan? Ik zal niet weten, zegt hij. Nou, dat is heel vaak bij mensen een reactie. Hè? Ik zal niet weten waar het in mijn leven gebeurd is. En Etienne was zo'n, ja, moet ik zeggen, afhankelijk
mens in de zin van, oh, dan gaan we het aan de Heer vragen. En hij begon heel eenvoudig te bidden. Heer, u bent toch degene die onze harten beter kent dan dat we die zelf kennen. Heer, ik bid of de Heilige Geest kenbaar wil maken waar daar een poort is gegeven, waar rechtsgrond is gegeven. Dat lees je heel vaak in de literatuur. Er is rechtsgrond gegeven, voedingsbodem, een bruggenhoofd, of hoe je het ook wil noemen. Maar hoe komt dat? Waar komt dat vandaan dat de jongen die stemmen in zijn hoofd heeft? Je zou kunnen zeggen, als nou vanavond hier een deur wordt opengelaten, dan geeft dat ons, geeft dat een dief de mogelijkheid om hier binnen te komen, om hier een inbraak te plegen. Dus waar heb je een deur opengezet, heel plat gezegd? Waar heb je een deur opengezet waardoor de duivel nou ook jou zo kan aanvallen met die stemmen? En, ik weet het. Ik heb een hele tijd naar hardcore muziek geluisterd en ik was verliefd op een meisje. En ik wilde heel graag met het meisje trouwen, maar ik wilde een antwoord hebben. Ik wilde leiding hebben van, is dat meisje voor mij wel of niet bedoeld? En ik probeerde in die muziek daar leiding in te horen of zoiets. Zoiets zei hij. En toen zei hij, prijs de Heer, zei Etienne, prijs de Heer. Hij zegt, nou, beleid het maar voor de Heer. Dus op een gegeven ogenblik, toen heeft hij het beleden voor de Heer. Van, Heer, vergeef me dat ik verkeerde muziek heb geluisterd. En zo hebben we een aantal dingen doorgebeden. En wat gebeurde er? Die jongen die kwam vrij, die werd gediscipeld, dat gaan we straks ook nog wel zien, het belang van discipelschap. Hij werd meegenomen door een andere broeder en elke keer als hij weer strijd in zijn denken had, baden ze ervoor en uiteindelijk is hij getrouwd, gelukkig getrouwd en hij is, hij heeft kinderen gekregen en die stemmen die waren er niet meer en hij was zo vaak ook gewoon, ja ook in het woord was bevrijdend voor hem. Maar nou komt weer die misleiding van de boze om de hoek. Hij werd zo ernstig met het woord dat hij op een gegeven moment zijn vrouw een beetje ging verwaarlozen. Zijn kinderen ging verwaarlozen. Hij was de hele dag bezig. En op een gegeven ogenblik werd hij overgeestelijk. Werd hij godsdienstwaanzinnig een beetje. In de zin van, hij kwam helemaal op een verkeerd spoor terecht. Uiteindelijk werd de situatie thuis zo ernstig dat zijn vrouw en kinderen thuis niet meer konden blijven. En op een gegeven ogenblik is hij op een dag, zijn kinderen en zijn vrouw zijn het huis uit. En op een dag zit hij in de Bijbel te lezen, houd vast wat u hebt. He, dat staat in de Openbaring, houd vast wat u hebt. Nou, die dag zou zijn vrouw op bezoek komen. Dus ja, houd vast wat u hebt. Ik moet mijn vrouw vasthouden en niet meer loslaten. Dus hij gijzelt zijn vrouw. He, dus houd vast wat u hebt. Ja, hij nam het heel letterlijk wat er stond. En uiteindelijk om een lang verhaal kort te maken, 112 gebeld, arrestatieteam, opgepakt, in een inrichting terechtgekomen. En op een hele aangrijpende manier wakker geschud van, lieve help, ik ben compleet opnieuw, compleet misleid in mijn denken. Heb het voor de Heere beleden, ik heb hem toen bezocht. Hij is vrijgekomen in zijn denken en het gaat weer geweldig met hem. Dus hoe zit dat nou? Er zit iets psychisch in. Zeker, het is een kwetsbaarheid bij hem. Hè? Dus het is niet alleen maar demonen, er zit ook iets psychisch bij die jongen. Daar is hij kwetsbaar. Maar tegelijkertijd leert dat ons dat de boze bij zo iemand die psychisch kwetsbaar is, veel meer ingang heeft om soms of door stemmen te komen of door misleidende gedachten te komen. Dus wat mijn appel is vandaag bij dit thema, belang van deskundigheid en voorzichtigheid. Kijk, als we in de charismatische kringen komen, hè, en jullie krijgen ongetwijfeld namen wel eens door, hè, als het gaat over Tom de Wal of Martin Koornstra en ik wil er verder niet te veel over uitweiden, maar dan zie je heel vaak bij frontrunners en zulke dingen dat alles is demonen. Alles is demonen. We bestraffen nu de geest van nicotine. We bestraffen nu de geest van afwijzing. We bestraffen nu de geest, wat is er nog meer? Allerlei geest. Maar nou even een vraag. Waar is dan onze verantwoordelijkheid? Wij moeten ons toch ook bekeren?
Je kan toch niet altijd die arme lieve duivel de schuld geven, zei iemand. Die duivel krijgt tegenwoordig overal de schuld van. Dus ik lees in de Bijbel niet over een geest van afwijzing. Ik lees niet over een geest van nicotine. Ik lees dat er onreine geesten zijn, misleidende geesten zijn. Dus we moeten oppassen dat niet alles aan demonen wordt toegewezen. En dat niet achter elke boom een demon zit. Soms moet je gewoon nuchter constateren, hier is iemand die worstelt met psychische noden, is kwetsbaar in zijn psyche. Die persoon heeft gewoon een christenpsycholoog nodig. Maar tegelijkertijd zien wij dat er mensen massaal vandaag de dag opgenomen worden, waarvan je zegt, ja, maar hier speelt toch wel meer dan alleen psychische problemen. Er is ook sprake van misschien een stukje gebondenheid, een stukje demonische aanvallen. Nou, en daarom denk ik dat Orlando Bottomley heeft dat denk ik als eerste toen een beetje ook in Drachten duidelijk gemaakt van het belang van een team. Van een maatschappelijk werker, van een voorganger, een evangelist, iemand die ervaring heeft met bevrijding. Hè, om uiteindelijk tot een juiste prognose te komen, een diagnose te komen. Die zegt van, niet zomaar gelijk zeggen het is allemaal de boze. Ook niet misschien gelijk alleen maar het is psychisch, maar om op een zorgvuldige wijze, een deskundige manier, tot een diagnose te komen hoe zo'n persoon geholpen kan worden. Nou, als wij Thessalonicenzen lezen, 1 Thessalonicenzen 5, dan staat daar naar geest, ziel en lichaam. Geest, ziel, lichaam. Vandaag de dag worden we voor de geest, voor de geestelijke vragen, gaan we naar de dominee. Voor de ziel, voor de psyche, gaan we naar de psycholoog. Of in een bepaald geval naar de psychiater en de arts. Ja, met onze lichamelijke problemen. Maar in de praktijk is dat veel complexer. In de praktijk ligt dat veel meer bij elkaar. Je kan dat soms niet allemaal zo scheiden. En daarom is het denk ik belangrijk om zorgvuldig een gesprek te voeren. Nou, ik weet nog goed dat wij een keer op een conferentie een mevrouw hebben gehad die ineens hyper werd, dat wil zeggen heel geestelijk, overgeestelijk, wat neigde naar een psychose, maar waarvan de man dacht dat het toch demonisch was. Dus dominee Etienne Maritz was er toen ook en die heeft een uur met die vrouw gesproken, allerlei vragen gesteld en die zegt, nee, het is gewoon echt psychisch. Die vrouw die was op haar werk, in haar gezin, in haar huwelijk was zij onder druk komen te staan. En vanwege die druk, ja, is daar toch gewoon iets in de psyche gebeurd waardoor ze zo euforisch werd. En wat later is ook opgenomen met een psychose. Dus zorgvuldigheid is geboden. Je had nog een vraag. Ja, misschien komt het nog voorbij, maar ja. Heb je nog onderscheid tussen, als het over bezetenheid gaat, tussen christenen en niet-christenen? Ja, ga ik over hebben, ja. Goeie vraag. Dus wat is nou het doel? Even over bevrijdingspastoraat. Ik ga aan het eind zeggen wat ik met bevrijdingspastoraat bedoel. Want ik zie het niet zo als sommigen dat vandaag de dag zien. Hè. Maar wat willen we uiteindelijk? Waarom behandelen we dit nou? Zodat mensen uiteindelijk weer bruikbaar worden. Hè. Dat mensen weer voor God iets kunnen gaan betekenen. Of in ieder geval vrij kunnen leven tot eer en glorie van hun hemelse Vader. Nou, voordat we gaan pauzeren, wil ik even nog de diepte ingaan. En dan gaan we na de pauze met elkaar spreken over hoe kom je dan tot vrijheid. Maar wat zijn nou mogelijke oorzaken van occulte belasting? Want dat is natuurlijk wel de vraag. Als mensen gebonden of bezeten kunnen worden, hoe zal dat nou kunnen? Nou, ik heb het al gezegd dat er een enorme toename is om in contact te komen met het bovennatuurlijke. Op welke manier dan? Nou, kijk er eens even na. Sommige mensen die zijn helderziend of paranormaal begaafd. Soms is dat door een moeder of een vader doorgegeven. In de 18e eeuw, 19e eeuw had je ook heel veel mensen die spiritistisch waren. Maar van deze tijd is meer ook het Ouija-bord ofwel het glaasje draaien. Sommigen zijn onschuldig erbij betrokken geweest. Op een lagere school of in een vriendengroep. Het is niet onschuldig. He, dat uiteindelijk glaasje draaien. Maar of was dat ook weer dat ze dan zo'n naam aanriepen? Wat was het ook weer? Die
Charlie, inderdaad. Hè? En dat dan die wijzer op dat bord uiteindelijk tot een woord vormde en ook antwoord gaf op de vragen die gesteld worden. Nou, dat is echt foute boel. Jij bent er misschien niet meer opgevoed, hè? Maar soms kan het zijn dat jongelui op een hele onschuldige manier er wel mee in aanraking zijn gekomen. Zoals ik een keer in Opheusden catechisatie gaf, jaren geleden. En dat jongelui met trots zaten te vertellen dat ze op vrijdagavond bij de vuurkorf gingen zitten. En dat dan één jongen op de stoel ging zitten en dat ze met 4 vingers die jongen zo 2 meter in de lucht tilden. Ja, dus de jongen die zat op een zonnestoel, ik noem maar wat. En dan gingen ze met z'n vieren eromheen staan. En ze stelden zich open voor bovennatuurlijke krachten. En ze heften hem zo 2 meter de lucht in. Hè? Tafelheffen wordt dat genoemd. Maar dat wil zeggen, ze stelden zich open voor het bovennatuurlijke. En konden daardoor ook bovennatuurlijke dingen doen. Nou, tarotkaarten. Als je er niet van weet, moet je het allemaal zo laten. Hè? Maar sommigen hebben er misschien wel van gehoord. Maar dit is absoluut hè, wat de Bijbel zegt. Waarzeggerij. En het oproepen van geesten. Nou, het kan zijn dat er mensen met occulte muziek en films te maken hebben gehad. Nogmaals, het gaat niet alleen nu over jou. Maar je kan zelf straks mensen tegenkomen in het pastoraat. Of in jouw omgeving, die eens vragen kan stellen. Joh, wat voor muziek heb je gekeken? Wat voor films heb je gekeken? Nou ja, ik heb heel veel horrorfilms gekeken. Of ik heb occulte tv-programma's gekeken, of ik was helemaal gek van Harry Potter. Hè, of computerspellen, hè, waar kinderen, hier worden 2 programma's genoemd, hè, die echt duister zijn. Maar waar een kind zo opgegaan is in het computerspel, dat het zijn lust en zijn leven is, agressie bijvoorbeeld heeft opgewekt. En dat zo iemand toch gebonden is door de tegenstander vanwege die verkeerde spellen of vanwege verkeerde muziek. Ik zal nooit vergeten. Een jonge man die 2 kinderen, iets van 7 of 8 jaar getrouwd, wilde gaan scheiden. Uiteindelijk is hij op zondag met me meegegaan. Ik moest ergens spreken. Op de terugreis zijn we bij een broeder geweest en hij zou maandag gaan tekenen. Ik wist dat, om te gaan scheiden en we zijn gaan bidden. En ineens beleed hij dat hij heel veel moeite had met het christelijk geloof en dat hij de laatste tijd heel veel boek had gelezen, zoals Dan Brown, hè, over de Da Vinci Code en over dat Jezus getrouwd zijn geweest met Maria Magdalena enzovoort, godslastelijke boeken, en dat hij dat is gaan geloven. Hè, dat inderdaad het christelijk geloof een sprookje was. Nou, we hebben hem meegenomen, we hebben de waarheid er tegenover gesteld. Hij is op de knieën gegaan en in één keer was hij vrij. Hij heeft ze beleden. We hebben de boze bestraft en uiteindelijk is de echtscheiding niet doorgegaan. En vorige week of 2 weken geleden hadden we zijn 25-jarig jubileum. Hè, van een huwelijksjubileum. Ze zijn samen verder gegaan. Maar daar was heel duidelijk sprake dat hij boek had gelezen die het christelijk geloof echt voor verdacht hielden. Goed, betrokken bij groepen en secten. Ik vertel maar uit mijn eigen ervaring wat ik heb meegemaakt. Hè, maar H.M. Rich die bad met mensen uit het satanisme. En hij heeft mij een video laten zien. Hè, en ja, moet ik het nou zeggen of niet? Ik zit even een beetje te twijfelen. Maar goed, doe ermee wat je wil. Maar dat zijn voor mij voorbeelden geweest. Hij bad met mensen die in het satanisme hadden gezeten en op een gegeven moment hebben ze zo'n sessie opgenomen. En met dat ze aan het bidden zijn, komt er op die arm van die mevrouw allemaal kleine streepjes en heel dat die arm, het bloed druipt als het ware uit die arm. En ik heb die video gezien en ik dacht van ja, ik weet het niet wat ik hiervan denken moet. Is dit echt, is het niet mijn verbeelding? 4 jaar later preek ik in George, in Zuid-Afrika, in de Kaap. Noem ik de naam van H.M. Rich. Daarna komt die vrouw naar mij toe, die met wie ze gebeden hadden. En ze trekt haar arm open en ze zegt, ik ben die vrouw waar H.M. Rich mee heb gebeden. En heel haar arm zat vol met kleine messtreepjes, hè, zoals je een litteken kan hebben. Dus, weet je, wij hebben daar niet mee te maken, maar
Achter de schermen is daar een geweldige strijd. Is daar het satanisme? Worden mensen vervloekt? Kunnen mensen gebonden zijn? En er zijn gelukkig mensen die met deze mensen kunnen bidden voor bevrijding. Nou, is iedereen die in de Roomse kerk heeft gezeten occult belast? Nee. Maar het heeft daar denk ik alles mee te maken hoe diep hebben mensen erin gezeten. Hè? Hoe hebben ze zich ingelaten? Wij weten dat de Bijbel zegt dat misleidende geesten in het spel kunnen zijn, waardoor mensen uiteindelijk ook gebonden kunnen raken. En vooral ook bij zwarte magie en Wicca. Nou, ik lees jullie iets voor. Van jaren geleden, toen ik een appje kreeg over zwarte magie en Wicca. Om bij het begin te beginnen, ik ben een jongen van 25 jaar oud. Hij had via RevoWeb had hij mij benaderd. Om een nog niet heldere zaak besloot God dat het goed was om mij in de 10 jaren een handicap te geven. Voor mij begon toen een hel. Fout gedacht, nu leef ik niet ver van de hel. In ieder geval een traumatische ervaring. Hè, dat kan ook voedingsbodem voor de boze zijn. Om op jonge leeftijd te moeten meemaken dat niemand weet wat je eigenlijk mankeert. Terwijl je lichaam je stukje bij stukje in de steek begint te laten. Nu een aantal jaar verder ben ik zo'n 10 keer geopereerd, weten ze nog steeds niet wat het is en hebben ze alleen wat pijn kunnen verlichten. Elk moment van de dag voel ik pijn, als ik loop, als ik zit, als ik lig, dat sloopt de mens. Toen ik dit dus had op jongere leeftijd ben ik gestopt met geloven. De eerlijkheid gebiedt me te zeggen dat ik nooit echt geloofd heb. Ik ben mijn bevestiging in andere zaken gaan zoeken. Goed, u weet wat de jeugd doet tegenwoordig. En dat heb ik allemaal stukje voor stukje gedaan. Behoeft verder geen uitleg. Ik heb ook met Wicca bezig gehouden. Een bepaalde stroming binnen Wicca. Kan ik verder niet over uitweiden, maar dat doe ik nu niet. Ik ben er, nadat mijn mentor op school erachter kwam en daardoor mijn ouders nu mee gestopt. Probleem wil zijn dat ik er nog last van heb, oftewel, wat u me schreef trof me. Mensen die zich met al reeds eerder genoemde dingen bezighouden, ook al is het jaren geleden, ondervinden meestal verschillende niveaus waarin de duivel hen vasthoudt of hun geestelijk remt of belast. Dan zegt hij hier achterop, of in die brief, ik heb belijdenis gedaan van de kerk, in de kerk, maar ik heb mezelf altijd hypocriet gevonden. Want ik was immers mijlenver bij God vandaan en toch heb ik belijdenis van het geloof afgelegd. Ik heb geprobeerd met de zonde te breken, kwam er snel genoeg achter dat ik het niet kon. Vooruit, toch maar God om hulp gevraagd en jawel, het ging lange tijd goed. Totdat ik nu 3 maanden geleden keihard onderuit ben gegaan, niet meer heb gebeden, niet meer naar de kerk ben geweest en heb me weer ondergedompeld in het wereldse denken. Dit gaat keer op keer zo en ik kom niet vrij. En om heel eerlijk te zijn, zo leven, het bevalt me soms ook weer prima. Toch blijft er dit keer een ander stemmetje klinken, die toch duidelijk zegt dat het niet zo verder kan. Meneer Baan, breken met occulte krachten, als je daar vrijwillig mee hebt ingelaten, gaat niet 1, 2, 3 weg. Hoe graag ik het ook wil, ik word achtervolgd door een horde aan demonen die mij van alles influisteren en waar ik naar luister. Ik schaam me, voel me vies en hypocriet, enzovoort, enzovoort. Hoe kan ik vrijkomen? Nou, deze mensen komen ook op jullie pad soms. En deze les van vanmiddag is eigenlijk een les om een stukje bewustwording te hebben. Hey, onverklaarbare dingen in de gezondheid. Waar heb jij je mee bezig gehouden? Wat heb je allemaal gedaan? Wat voor muziek heb je gekeken? Wat voor films heb je geluisterd? In wat voor beweging ben je betrokken geweest? Om uiteindelijk tegen die persoon te zeggen, weet je, ik heb er ooit les over gehad. Er is hoop voor jou. Er is echt hoop voor jou. Ik ga kijken of ik iemand kan vinden die jou kan helpen tot bevrijding daarvan. Nou, als het nou gaat over deze zaken, alternatieve geneeswijzen, dan wil ik dit ervan zeggen. Bij homeopathie gaat het dus niet over kruidengeneeskunde. Bij homeopathie gaat het dus over allerlei verdunningen enzovoort enzovoort. Nou, daar kan ik nou niet te veel over uitweiden. Dan moet je maar kijken op deze website. Noteer die alsjeblieft even. Als je nieuwe dingen hoort, stichtingpromise.com. Jullie krijgen de PowerPoint.
www.stichtingpromise.com. En daar worden al deze dingen in besproken. Het punt is dat deze alternatieve geneeswijzen vaak gebaseerd zijn op Oosterse religies met een hele occulte onderstroom, een occulte oorsprong, om het zo maar te zeggen. Dus we bedoelen niet dat potje met brandnetels of dat potje met rustgevende kruiden. Het gaat hier over homeopathische middelen. En daar staat genoeg van op internet over geschreven om dat te onderzoeken. Maar wat is dat dan? En wat is dan het gevaar daarvan? Nou, bij chiropractie bijvoorbeeld is op zichzelf geen occulte... Het is niet occult, maar als er een medium is, dan is het wel fout. Dus even goed luisteren nu, want dit is even heel belangrijk. Als jullie lichamelijke klachten hebben, als je problemen hebt, begin dan met bidden. Gewoon bidden. Heren, u weet het, ik worstel, ik verlang naar genezing. U bent de God van genezing, u bent degene die geneest. Ik las gisteren nog ook in Psalm 147, Jehovah Rafaya, de God die geneest. Waarom gaan we niet eerst naar hem om te bidden? Het tweede is, God heeft door zijn algemene genade een chiropractor gegeven, allerlei andere mensen die verstand hebben van het lichaam, die masseren, die misschien, de artsen die het lichaam kennen. Daar, natuurlijk mogen we er vrijmoedig gebruik van maken, maar wees niet naïef. Er is zoveel naïviteit. Mensen gaan met alle gemak zich ergens aan overgeven, laten zich doormeten met elektroden. En dan op basis van het elektroden doormeten krijgen ze allerlei medicijnen voorgeschreven. Maar die vrouw die loopt in het zwart en ze zegt dat ze ook bidt voor de werk. En ja, dat is toch wel goed. Er is zoveel naïviteit. Nou, op dit front van die alternatieve geneeswijze, ik kan je erin mee in aanraking brengen als je er behoefte aan hebt, want ze willen ook graag mensen helpen. Maar wij hebben op een gegeven moment een zuster begeleid, ergens in het land, die een praktijk had in alternatieve medicijnen of alternatieve geneeswijze, dus homeopathie. Nou, wat gebeurt er? Zij krijgt geweldig veel ellende in haar gezin. Veel verdeeldheid, ruzies. En op een gegeven moment krijgt ze een droom van de Heere, dat er aan het begin van de straat een man op een stoel gekneveld zat met kettingen om zich heen. En ze kwam tot de conclusie, ik ben de oorzaak dat mensen inderdaad zo worden zoals die man op die stoel. Dus via via kwamen ze bij mij terecht. Met een broeder zijn we daar een paar keer wezen praten. En toen zeiden we, hoe doe jij je werk? Ze zegt, ik doe het biddend. En mijn praktijk zit vol met dominees in het zwarte pak en ouderlingen in het zwarte pak. Iedereen, met name christelijke mensen. Ik doe het biddend. Ik krijg een potje urine. Ik krijg van mensen urine of ontlasting. En dat stuur ik op. En dan krijg ik van de andere kant krijg ik voorgeschreven welke medicijnen ik moet voorschrijven. Welke homeopathische middelen ik moet voorschrijven. Toen zeiden we, maar wat doen hun daarmee? Ja, dat weet ik niet. Nou, gaat eens naartoe bellen. Dus ze belde op. Ja, wat doen jullie met die monsters die ik toestuur? En de een zei, ja, we gaan entiteiten aanroepen. Nou, ze zocht het op internet. Entiteiten is boze geesten eigenlijk aanroepen. Dus daar had ze helemaal geen kaas van gegeten. Nou, vervolgens zei ze, we gaan pendelen. We zetten dat potje neer en we zetten een schijf neer. En ja, waar de pendel uitkomt, die medicijnen of die homeopathische middelen schrijven we voor. Dus ze schrok zich wezenloos. Nou, ze heeft toen gebroken met die praktijk. Ze heeft alles opgedoekt en toen begon de strijd echt. Ik kan daar verder nu niet over uitweiden, omdat het heel schokkend is wat er allemaal gebeurd is. Maar jarenlange gevolgen van datgene waar ze in heeft gezeten. Het is dus niet onschuldig. Je kan misschien zeggen, ja, maar dit is voor mij helemaal nieuw. En ik heb het, je kan het misschien onbewust gedaan hebben. Maar mijn appel vanmiddag is, bezoek deze site, Stichting Promise. Alles wordt erop beschreven wat de oorsprong is, wat de bron is van deze alternatieve geneeswijze. En
ga er biddend mee om. Hè. Ik ga je nou niet veroordelen als je dit hebt gedaan of iets hieruit hebt gedaan. Maar vraag God om wijsheid en vraag God om licht daarover. Goed. Nog 4 dia's en dan gaan we pauzeren. Overige occulte ervaringen. Ja, Oosterse vechtsporten. Is dat onschuldig? Een dame hier op de Bijbelschool Philadelphia was kampioen ook in een van die Oosterse vechtsporten. En ze voelde altijd in haar buik, voelde zij iets wat niet in orde was. En een bepaalde agressiviteit, een bepaalde boosheid in die niet verdween. En ze is ervoor gaan bidden en de Heer maakte duidelijk dat het te maken had met die vechtsport waar ze in had gezeten. Ze heeft er zwarte banden heeft ze gepakt, ze heeft het in de fik, ze heeft er het vuur in, ze heeft het in het vuur gegooid. Ze heeft vergeving gevraagd en het was weg. He, dus blijkbaar lag daar bij haar een relatie. Haar getuigenis staat trouwens ook op 7 daag beschreven. Als je dat wil weten, kan ik dat aan je doorsturen. Goed. Val in de geest. Ja. Vandaag de dag is dat natuurlijk nogal een bekend gegeven in de charismatische kring. Hè? Wil je vervuld worden met de Heilige Geest? Wil je een zegen van God? Kom naar voren, we leggen je de hand op. Of we hebben een tunnel van vuur. Hè? En waar de mensen onderdoor gaan. En waar ze dan de hand opleggen en mensen op de grond vallen. En uiteindelijk, ja, ze noemen dat ook wel soak in de geest. Er staan heel veel filmpjes op internet. Maar jullie, de brochure die jullie krijgen, daarin staat ook een voorbeeld beschreven van iemand die er ook aan mee heeft gedaan. En die later tot de conclusie kwam dat het uiteindelijk, dat er boze geesten actief waren. Die uiteindelijk in plaats van vrijheid brachten, gebondenheid teweeg brachten. Dus dat het toch uiteindelijk uit een verkeerde bron kwam. Dus het kan uit de ziel komen. Hè? Dus je hebt, wie heeft jullie wel eens gehoord van de Kundalini spirit? Ja, hè? Kundalini. Ik zie hier een aantal die Google daar maar eens op. Hè? Maar dus in de Oosterse religies heb je de zogenaamde Kundalini spirit. Een boze geest die mensen allerlei geestelijke ervaringen geeft. Maar dat het precies dezelfde dingen gebeuren in hypercharismatische kringen, waar de mensen dezelfde geestelijke ervaring hebben, waar de bron uiteindelijk dus niet goed is. Dus de les van vanmiddag is, wat is de bron waaruit ik dingen meekrijg? Er is zoveel naïviteit onder christenen. Niet alleen rondom alternatieve geneeswijzen, hè, maar ook als het gaat over geestelijke ervaringen. Van, ja, ik wil ook gedoopt worden met de geest. En dat er mensen handen opleggen die zelf onrein zijn, waardoor ze uiteindelijk ook besmet worden. Ja? Justin Peter heeft ook een mooie serie over deze praktijk van Kundalini. Ja. Justin Peters, hè, schrijf die naam maar eens op. Maar die beschrijft ook al deze dingen. En uit je lichaam treden. Hey, heb ik een paar keer iemand gehad die uiteindelijk, laat me zeggen, ik weet niet hoe het werkt, hè, maar dat zo iemand zijn lichaam verlaat en dan zichzelf op het bed ziet liggen. En dan van een afstandje naar zichzelf kijkt, om het zo maar te zeggen. En dat wordt dan gezien als een heerlijke ervaring, maar wat uiteindelijk een occulte ervaring is. Want dat is niet wat God wil, dat we uit ons lichaam treden. Oh ja? Ja, ik denk dat dat van hetzelfde laken een pak is, ja. Nou, ja. Ik heb al eerder gezegd, ik doe het niet. Ik wil er niks mee doen. Wie is daar nog meer mee bekend, wat er nu gezegd wordt, wat Willem zegt? Ja? Ja? Ja, nog een keer. Ik ben buiten met een bodemonderzoek en ik heb een collega die heeft 2 koperdraadjes in zijn bus liggen. En soms willen ze wel eens weten van, ik wil wel lopen kabels en leidingen of andere dingen onder de grond. Lopen ze gewoon in de lijn met die 2 koperdraadjes vast en wanneer ze over een leiding op elkaar lopen, dan komen die draadjes kruis over elkaar heen en ben je verwijderd, wijken ze weer. Dus hij geeft eigenlijk van aan van, oké, hier ligt wat. Ze dus verklaren dat op basis van magnetische velden in de aarde, aardstralen, dat gestoord wordt en dat daardoor die magnetische velden samenkomen, zeg maar, en weer op los komen. Pieter, wat wil je erover zeggen? Ja, wij hadden ook iemand op een bedrijf en ze waren aan het heien en toen was het bijna door een warmteleiding heen geslagen.
Maar die man had dus wel gelijk. Ja. Hij zei, dat klopt niet, die leiding hier klaar zijn. Ja. Hij zei, nou, de tekeningen zijn hier, en toen ging die eindafleiding voor die warmteleiding heen. En die man is ook weggegaan, hij zei, ik wil niet meer op deze plek werken. Oké. Okay. Nou ja, goed, weet je... Maar ik kan nou niet alles, maar ik wil alleen maar wat dingen even noemen. Er staat voldoende ook op internet over geschreven, hè, om dat te onderzoeken. Maar dominee Vreekamp, die heeft dat op de Veluwe meegemaakt, heeft een boek geschreven, Zwijgen bij volle maan. En die beschrijft ook hoe er op de Veluwe ontzettend veel bijgeloof is, hè, dat je met je... bedje moet je dan die kant op slapen, want er zijn er aardstralen en anders slaap je niet. Maar uiteindelijk ook heel veel bijgeloof, om het zo maar te zeggen. Ja, was daar nog een vinger? Ja? Je kunt natuurkundig onderzoeken. Je kunt even onderzoeken om te kijken of er een natuurkundig fenomeen komt. Nee, ja, ze kunnen, ik heb het een beetje naast het zoeken, ze kunnen het niet hard maken, want ze hebben wel eens een proef gedaan, bijvoorbeeld 50 van die gasten. Dan moesten ze hun water onderzoeken of zo, en dan kwart zit mis. Maar wat ik gewoon in de praktijk zie, is dat mijn collega regelmatig het goed heeft. Ja. En dan denk ik van ja, wat. Ja. Hoe kan dit? Ik zou jou zou ik je gewoon aan de kaart houden die je voor je hebt liggen. Oké. Okay. Ja? Was toch? Dus rijdt de schuur van één hoek, ging er rijdt er niet liggen. Toen kwam er ook zo'n keer langs en die het trein op een paal aan de grond gestampt. Dus toen was die aan die magnetische belden weg en die beest ging wel in een gedeelte van het hoofd. Ja. Ja, ja. Ja, nou ja, goed, weet je, wat ik heel belangrijk vind is dat jullie zelf bidden om wijsheid en of de Heer daar licht over wil geven. Niet achter elke boom een demon zien, maar er is ook op dit front, ook als het gaat over hè, dat hele, vanuit het Oosterse religies met yin, yang en met energiebanen en in het New Age natuurlijk, er is veel meer gaande, laten we zeggen, op in het Rijk van het bovennatuurlijke, als dat we beseffen. En daar moeten we, denk ik, ver van weg blijven. Goed. Ja. Ik moet net kruiden, volgens mij, dat er een alternatieve. Ik denk, ik was geweest dat juist al die kruiden dingetjes, waarvan wij denken, oh, dat is voor een homeopathie, dat het juist wel overlast is met iets. Want dat het allemaal bij de volle maan, de lucht gehouden. En dan wij ook onschuldig. Maar dat ik denk, oh, dat is de ingang van boven. Het lijkt wel onschuldig, maar ondertussen. Ja, kijk, wat ik voor degene die zeggen, joh, het raakt mij wat er vanmiddag gezegd wordt, ik wil toch, vertel me eens iets meer erover, dan moet je eigenlijk even op, ik kan het nu vanwege de tijd, kan ik dat niet doen, maar moeten jullie deze getuigenis op YouTube bekijken van Wilco Vos, de duivel was op mijn nek gesprongen. Wie heeft die al gezien? Een stuk of vijf. Wilco heeft op Philadelphia gezeten en die heeft echt onder tranen zijn getuigenis verteld. Hoe hij dus helemaal in die alternatieve geneeswijze hij studeerde die geneeskunde om uiteindelijk mensen te gaan helpen. Maar hoe hij er dus op een gegeven moment achter kwam dat Hahnemann, de grondlegger van de homeopathie, zei, die aardsdweper Jezus. Hè, en dat hij verschrikkelijke godslastelijke gedachten kreeg en hoe hij jaren geworsteld heeft om vrij te komen, Wilco. Maar dat is een heel aangrijpend getuigenis. En als je dat luistert, dan zeg je ja, inderdaad. Er is echt een bovennatuurlijke wereld waar we van weg moeten blijven. En ik vind het een heel indrukwekkend getuigenis van Wilco over die alternatieve geneeswijze waar hij alles uitlegt wat het punt is. En ik kan jullie zijn boekje ook toesturen, want dat hebben we destijds uitgegeven, waarin hij dat ook allemaal beschrijft. Goed, die laatste dia hier. Nou, dit is ook even heel belangrijk om het weer in het juiste perspectief te zien. Iemand met een traumatische ervaring is niet per definitie gebonden. Het kan zijn dat iemand zo getraumatiseerd is dat de boze dat aangrijpt om iemand te binden. Dus je moet met voorzichtigheid spreken. We hebben een dame gehad die ook, hoe moet ik het zeggen, ook niet vrij was. En er niet over praatte, maar na 4, 5, 6 gesprekken destijds vertelde van ik heb een abortus gepleegd. En toen ze dat beleed, toen verdween de pijn uit het lichaam, in de zin van rondom de buikstreek. En was ze vrij, kon ze de Heere gaan dienen. Dus dat durfde ze niet te beleiden, of dat was ze vergeten, of ik weet het niet meer. Hè, maar iemand kan daardoor ook gebonden zijn. Of iemand die heel erg volhard heeft in verslavingen.
Hè, vooral drugs, hè, dat heeft ook geen positieve invloed. Maar Martin Paul die noemt harde wettische godsdienst ook als iets wat mensen kan binden. Hè, waar, want hij zegt dat heeft alles te maken met de overheden en de machten in Colossenzen 2 vers 14. En nou het laatste, en dat is iets wat Neil Anderson noemt en waar ik zelf iets anders over denk. Ja, wat moeten we denken van generatievloeken? Je hebt daar wel eens wat over gehoord. Wat betekent dat? Wat zou dat dan zijn? Ja? Ja, dat het doorwerkt van geslacht. Ja. Voorouder is. Ja. Wij spreken hersenen. Ja, dus dat er in het voorgeslacht, dat er uiteindelijk een vloek rust, hè, op, van generatie op generatie. Maar ik heb daar toch theologische vragen bij. Hoe zit dat nou als je tot levend geloof komt? Dan is Christus toch voor ons tot een vloek geworden. Dan kan toch gewoon vloek ons niet meer treffen, toch? Toch? Dan ben je toch vrij? Als je in Christus bent, wie in Christus is, vrij van veroordeling. Dus ik zelf vind, heb er een beetje moeite mee dat mensen, want mensen kunnen dan heel erg van, oh ja, misschien rust er dan wel een vloek op mijn familie. Dus dan gaan ze dat helemaal doorbidden en het wordt zo mystiek en vaag, hè, dat ik zeg van nee, wij als gelovigen mogen weten dat Christus voor ons tot een vloek is geworden en in die zin kan een vloek ons niet meer treffen. Maar, ik heb hier die vraag staan, hè, kan er nog een vloek op je rusten? Er kan wel zondig gedrag van generatie op generatie zijn doorgegeven. Opa dronk, sloeg de kinderen. Nou gaat zoon lief dat niet meer doen. En wat blijkt, dat wordt gekopieerd. En hij geeft het ook weer door aan zijn navolgende geslacht. Dus zondig gedrag en zondige structuren, patronen, kunnen wel demonisch als het ware doorwerken van de een op de andere generatie. En wat is er dan nodig? Stel je voor dat jij zegt, ja, ik zie dat zondige gedrag bij mijn opa en oom, bij mijn vader. En ik wil dat niet. Wat moet je, hoe kan je daar vrij dan van komen? Bekering. Eén. En? Beleiden. Verontmoedigen. In een bepaald opzicht zijn wij niet verantwoordelijk voor de zonde van ons voorgeslacht. Hè, want ieder is zelf verantwoordelijk. Dat staat ook ergens ook in de profeten. Maar wij mogen ons wel verontmoedigen voor de Heer. Zeg, Heer, u weet het, wat er gebeurd is in onze familie. Bij mijn opa en oma en bij mijn ouders, heren. Maar ik wil dit niet meer, heren. Ik keer mij daarvan af. Ik verootmoedig me voor u dat dit gebeurd is in de familie, heren. Maar ik wil dat het hier stopt. En niet meer in mij, maar ook niet meer in mijn kinderen verder doorwerkt. Goed, we gaan.